Hallo, ik ga jullie vertellen wat wij de afgelopen week hebben gedaan met betrekking tot de case van die Imagineers. Ten eerste zijn we bezig geweest met de why-methode. We wouden eerst even gaan kijken naar de kern van het probleem, want zij vroegen aan ons: willen jullie een reken- en tekentool maken voor ons? Waarom eigenlijk? Nou, we zijn eigenlijk tot drie resultaten gekomen en één daarvan is: heeft het ontwerp atelier de gewenste resultaat? Belemmert corona het gewenste resultaat? Veel bedrijven hebben daar de laatste tijd last van, wellicht we Imagineers ook wel. Wordt de informatieavond wel op de juiste manier genutst of gepromoot? We dachten van misschien kunnen we daar nog wel wat aan gaan verbeteren. Misschien verhogen we daarmee ook de participatie. Daar hebben wij een heel mooi onderzoeksvraag voor opgesteld. Hoe wordt SEP toegepast en zijn de Imagineers en omwonenden van desbetreffende SEP-project hier tevreden mee? Net zoals iedereen anders zijn wij op bedrijfsbezoek geweest en hebben wij met dit onderzoeksvraag zijn wij vragen gaan stellen aan de opdrachtgevers. We hebben veel data daaruit voor kunnen terugverwachten. Ten eerste was co-creatie. Co-creatie werkt blijkbaar goed. Dat is ook het kernconcept van een informatieavond, een ontwerpatelier. Ten tweede, en dat vonden wij best wel schokkend, was dat eigenlijk marketing en participatie totaal niet de verantwoordelijkheid is van de Imagineers. Oké, dus dat is één van onze why-methode resultaten weggestreept. Dachten wij althans. Usability van de app is most important. Dus wij dachten, wij gaan die weg inslaan. Wij gaan met de usability bezig. Misschien kunnen we daar wat aan verbeteren. Hoe doen we dat dan? Nou, wij willen dus gaan usability testen bij de doelgroep. Welke doelgroep? Iedereen is eigenlijk de doelgroep van omwonenden. Want omwonenden zijn de mensen die gebruikt worden bij zo'n ontwerpatelier. Die mogen hun stem geven. Die krijgen de kans om hun stem te mogen geven. Dus als zij wat kunnen inzeggen over de app, dan heb je daar al je winst mee. En de heuristieken van Nielsen. Heuristieken van Nielsen is een hele mooie methode om er gewoon even een webpagina langs te gaan. Werkt alles wel goed? Nou, wij dachten van, dit werkt goed. We gaan even dit checken bij Raymond. Even een consult aangevraagd en Raymond die zei van, weg ermee! Slecht idee. En hij gaf eigenlijk het idee van YouTube. Hij reframede het voor ons. Wij hadden ten eerste al een frame, maar die was niet goed. Hij heeft een frame gegeven, YouTube. YouTube is eigenlijk een provider. Je hebt content creators en je hebt gebruikers van de provider. Content creators zijn in charge van hun content. Zij moeten dus content creëren voor de gebruikers. Maar YouTube zorgt er dus ook voor dat zij tools krijgen om de content te verbeteren. Zo krijg je een win-win situatie tussen de content creator en de provider. Waardoor de gebruiker, de eindgebruiker, er wat mee, ja, er het meeste mee wint eigenlijk. Dus waar staat Imagineers in dat, in die frame? Nou, in dit geval is Imagineers is YouTube en die verleent een tool aan de klant, een gemeente, een particulier bedrijf. En de eindgebruiker, de omwonende, heeft daar het meest belang bij. De participatie gaat misschien omhoog. Dus dat is eigenlijk een hele mooie ingang. Dus wij dachten van oké, maar wat komt er dan kijken bij een ontwerpatelier? Hoe zorgen wij ervoor dat wij eigenlijk een stukje van de klant weg kunnen pikken, dus inderdaad de promotie en de bekendmaking van zo'n ontwerpatelier. En hoe zorgen we ervoor dat SEP dat kan overnemen of juist verbeteren? Ook was een wens om het offline te krijgen, dus hoe zorgen we ervoor dat het ook coronaproof is? Stel dat er iets gebeurt, dat het ook thuis gedaan kan worden. Daar willen we dus ook naar gaan kijken. En hoe willen we dat dan gaan doen? Nou, eigenlijk drie stapsgewijs. Ten eerste, wat is nou eigenlijk een ontwerpatelier? Daar gaan we even naar desk researchen. YouTube-video's, ik heb ook een vader die bij Rijkswaterstaat werkt, daar kunnen we nog even wat vragen aan stellen. Die heeft misschien ook wel ervaring met ontwerpateliers. Wat is nou eigenlijk de usability van SEP? Dus we gaan alsnog de oude weg gaan we gebruiken. We gaan dus ook nog even kijken naar wat vindt de gebruiker van de applicatie? Hoe kunnen we daar nou een verbetering in maken? Kunnen we het versimpelen? Kunnen we het misschien toegankelijker maken? We zien het wel. En dat is dus ook gelijk, wat is SEP eigenlijk? Wat doet SEP? Wat is het doel ermee? Als we die antwoorden krijgen van alle drie de vragen, dan heb je eigenlijk een hele mooie basis. Objectieve data en subjectieve data om een prachtig design te kunnen neerzetten. En daar houdt onze reis mee op. Dus ik wens eigenlijk iedereen heel veel succes met wat ze gaan opleveren. En ik hoop aan het einde van de dag dat die Imagineers een product krijgen waar ze wat mee kunnen. Of in ieder geval een project mee op kunnen zetten. En dat was het. Richard out.